Van imposant en heel luidruchtig tot klein en bescheiden. In alle soorten en maten vind je gele auto's op de Brink. Nou, iedereen vindt het hartstikke leuk. En iedereen is enthousiast. En heel Facebook en Twitter. Iedereen leeft mee. Het is gewoon echt geweldig. Lawaai maken en vooral opvallen om autisme aandacht te geven. Dat is het doel van de gele rally. Meneer, dit is voor mij ongelooflijk jeugdsentiment. Ja, voor mij ook. Een mooi auto, hè? Heerlijk, lekker kleurtje. Ja, dat is de originele kleur. Hij was rood toen ik hem kocht in 1990. Maar ja, ga je hem restaureren, komt de originele kleur toch weer tevoorschijn, hè? Ik denk dat we sowieso een statement maken met onze gele auto voor het autisme. Absoluut. Ja. Ja. En wat is het statement van de kapiteinspetten en de stoere brillen? Dat is een beetje de positiviteit. We houden alles goed in de gaten. Dus een beetje positiviteit voor het autisme. Ja. De beoogde 100.000 euro voor speciale autismeprojecten zijn uiteindelijk niet binnengehaald. Maar de grote animo smaakte wel naar meer. Aanvankelijk dacht ik van, goh, als ik nou eens 30 auto's bij elkaar zou kunnen krijgen, is dat heel wat. En dit heeft mijn verwachtingen al ver overtroffen. Volgend jaar weer, hoor ik. Misschien wel eerder. De mannen zijn weer een beetje terug in de 70's. Juist, ja. 1978. Oké, gauw doorrijden. Ja, dankjewel.